is pas 24 jaar oud, doet al vanaf zijn 13e al wielrennen. Hij staat momenteel als 17e beste baan wielrenner van de wereld gerangschikt en is december nog uitgeroepen tot Surinaamse sportman van het jaar 2017. Jair Tjonenfa. Hij woont in Amerika en traint 6 dagen per week, 5 uren lang. Jair is in het buitenland, maar volgt de wielrensport in Suriname nog altijd op de voet. Er is wel veel talent, maar alleen het is een beetje moeilijk om hier echt wielrennen op hoog niveau te beoefenen. Want één, er zijn niet zoveel wielrenners en er zijn niet zoveel wedstrijden hier in Suriname, echt veel. En als je hier alleen wedstrijden rijdt en niet naar het buitenland gaat, is het moeilijk om te weten hoe goed je eigenlijk bent. Want als je hier alle wedstrijden wint van het jaar, wil niet zeggen dat je, als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat, dat je daar ook gaat winnen. Want je weet niet, als deze mensen zijn misschien wel goed, maar die mensen in het buitenland zijn beter. Dus als je echt wil weten als je goed bent, moet je naar het buitenland. Om wedstrijden te rijden althans. Hier dus de belangrijkste reden waarom Jair naar het buitenland is vertrokken. 2018 is voor topsporters in de wereld een spannend jaar, want dan beginnen de kwalificaties om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen in Japan in 2020. Tokio 2020 lijkt ver, maar het is wel heel dichtbij. Rond oktober, november beginnen de World Cups weer en die zijn wel echt belangrijk, want dan begin de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus je moet je rangschikking goed houden ten opzichte van je regio. Bijvoorbeeld in het Suriname valt in het Pan-Amerikaans gebied. En als je voor kwalificatie voor de Olympische Spelen moet je in de top 2 zitten. In je onderdeel in het Pan-Amerikaans gebied en in de top 40 in de wereld. In het buitenland wonen en trainen en weer rennen op de Olympische Spelen kost handenvol geld. Om dit te kunnen realiseren is voor Jair een fonds opgericht om het nodige geld binnen te halen. Branding specialist Karin Revos is een van de trekkers van de fondswervingcampagne Sprint to Tokyo 2020. De begroting die was gemaakt was iets meer dan $200.000 vanaf vorig jaar tot 2020. Wat we gaan doen om dat te krijgen is nog meer die Surinaamse samenleving betrekken straks. En ik denk dat het voor hun ook spannender wordt wanneer ze hem straks meer zien op billboards en in de media, etc. Waardoor iedereen echt betrokken wordt. Die laatste hint, die laatste row, dat laatste stukje naar Tokio. Dat die hele gemeenschap zegt, ik zet een gulden, ik zet een dollar en ik zet een euro. En wij willen allemaal dat hij daar komt. En dat zullen we doen om die laatste mile te gaan met hem. Sport is big business. En Jair staat als professionele wielrenner middenin. Voor ons is Jair een groot merk voor Suriname dat heel belangrijk is. En daarom dat we ons gecommitteerd hebben in elk geval die hele communicatie te coördineren. Die strategie ook met betrekking tot de hele fondsenwerving, et cetera, et cetera. Sport is big business. In Suriname is het niet snoord, zien mensen het niet echt als een manier van leven, zeg maar. Maar de jongens waar tegen ik rijd, wielrennen of hun sport, dat is hun ding. Ze doen niets anders. Dus ze worden betaald voor het elke dag trainen. Want dat is hun leven, dat is hun werk, daar focussen ze. En ja, dus dat verder doen ze helemaal niets. Ik bedoel, sommige jongens doen natuurlijk wel wat. Sommigen studeren, wat ook heel belangrijk is. Maar de meesten doen het gewoon, dat is hun werk. En look at the speed. Right there, kicking in for a second time. Jair Tjonenfa. And he is going to be going to the quarterfinals. Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijfsleven en overheid elke Surinamer die ons op de kaart zet op deze positieve manier ondersteunt. En dat is ook wat ik vooral wil doen, is iedereen betrekken om vrijwillig mee te doen wanneer we dit soort voorbeeldfiguren hebben, dat we er allemaal als één man achter staan. En de Road to Tokyo is voor Jair en de Road to Tokyo is vooral voor Suriname. Na mijn wielrencarrière wil ik sowieso terugkomen naar Suriname. Om niet alleen de wielrensport op te bouwen, maar gewoon sport in general. Dus gewoon alle takken van sport. Zodat je gewoon vanaf kleins af al gericht kan trainen voor je sport. Zodat je niet
wanneer je 15 jaar bent, pas gericht begint te trainen. En van 5 tot 15 jaar gewoon hier en daar rondrent. Zodat je gewoon vanaf jongs af gefocust en gericht kan trainen voor je sport. And look how fast he's going onwards of 65k now. And he's up on the pedal still. And this is going to be gold for Suriname's Jer John Enfa in the men's sprint event here tonight. Aan de Surinamers wil ik zeggen, geef nooit op je dromen. Voor mij was het altijd nog steeds een droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Werk er altijd naartoe. Laat niemand je zeggen dat je het niet kan doen. Want mensen hebben mij ook gezegd dat ik het niet kan doen. Maar ik kom wel elke dag een stapje dichterbij. Dus het is niet onmogelijk. Dus blijf doorzetten en het zal gebeuren. Om Jair aan de Olympische Spelen mee te laten doen, was het iets meer dan $200.000 begroot. Om tot het volledige bedrag te komen, kan via de stichting Sprint to Tokyo geld worden gedoneerd op de onderstaande rekeningnummers.